Goeiedag, we hebben een behoorlijk natte dag vandaag. In het oosten scheen vanmorgen nog heel eventjes de zon. In het westen viel al snel regen. En op die grens tussen die zon en die regen waren vanochtend vroeg, net na zonsopkomst, prachtige regenbogen te zien. In de smalle strook over het midden van het land dus, maar in de loop van de ochtend breidde die regen zich oostwaarts uit. Dat zien we ook op de radar. Het oosten is nog overwegend droog in de ochtend, maar hier vanuit het zuidwesten nadert een veel intensiever regengebied. Nou, dat trekt vanmiddag dwars over het land. Op veel plaatsen valt zo'n 10 mm, misschien lokaal zelfs nog wel wat meer dan dat. En in het zuidoosten van het land is het eerste uren nog droog, maar ook daar volgt later vanmiddag regen. Bovendien waait het stevig, aan de kust van tijd tot tijd de windkracht 6. En ook daarin komt de komende dagen weinig verandering. Nou, dat wisselvallige weer hebben we te danken aan eigenlijk een heel groot lage drukgebied dat in onze omgeving ligt en wordt opgevolgd door een nieuw lage drukgebied. Die komt vanaf de oceaan, trekt de komende dagen richting Schotland, maar zal daar dan langzaamaan tot stilstand komen. Dat betekent dat we met name vanaf het weekend en in de eerste helft van de nieuwe week met een zuidelijke stroming te maken gaan krijgen. En dan komt de aanvoer van veel warmere lucht op gang, met ook meer ruimte voor de zon. Nou, het duurt nog even voor het zover is, want vandaag is het dus bewolkt. Verspreid over het land flinke periode met regen, vooral vanmiddag en het eerste deel van de avond zal het regionaal behoorlijk nat verlopen. Voor die regen uit wordt het in het oosten nog 20 graden, maar in regenval 15 tot 17 graden op zijn hoogst en daarbij dus ook een vrij stevige wind. Nou, ook vanavond regent het her en der nog eventjes, maar vannacht wordt het geleidelijk droger. In het oosten blijft de bewolking overheersen, in het westen volgen geleidelijk enkele opklaringen. Later in het noordwestelijk kustgebied, gevolgd door een paar buien. Veel kouder dan 12 tot 14 graden wordt het daarbij niet. En dan morgen dan hebben we opnieuw een hele wisselvallige dag met weliswaar af en toe zon, meer dan vandaag. Maar dan trekken ook verschillende gebieden met buien van west naar oost over het land. En vooral in de westelijke helft van het land en langs de kust kunnen dat van tijd tot tijd stevige buien zijn. Doordat de bovenlucht in de loop van de dag steeds verder afkoelt, worden die buien ook steeds actiever. En de meest actieve buien zullen dan ook in de avond voorkomen. Nou, dan zijn er ook kans op zware windstoten. En de wind wordt sowieso weer vrij stevig. Uit het westen tot zuidwesten. Boven landkracht 4 tot 5. En aan de kust misschien in de avond wel even af en toe tippend aan een windkracht 7. Dat is een harde wind. Gaan we dan verder kijken, dan zien we dat zaterdag nog wisselvallig verloopt met ook dan vooral in de kustgebieden een aantal stevige buien. Hooguit 18 graden, maar tijdens neerslag is het nog een paar graden kouder. Daarna volgt die weersverbetering, want we zien vanaf zondag, maar vooral na het weekend, vrij veel ruimte voor de zon, wel veel koudere nachten. Maar overdag gaat de temperatuur juist omhoog, naar gemiddeld zo'n 22 graden. Maar dat betekent dat het in het zuiden in de loop van volgende week misschien wel een keer 25 graden kan worden. Ik wens u een mooie dag.